Vrijzinnig humanisme is de levensbeschouwing van waaruit ja, het vak vertrekt. Hè. Dus dat is waar dat het vak op rust. Dat is het kloppende hart van niet-confessionele zedeleer. Vrijzinnig humanisme bestaat uit vrijzinnigen en dat zijn vaak nogal eigenwijze mensen. Dus die maken dan hun eigen interpretatie daarvan. Dus er bestaat niet zoiets als een bijbel van het vrijzinnig humanisme waar dat er een aantal grondaxioma's gevolgd moeten worden. Maar dat wil niet zeggen dat er geen ja, belangrijke uitgangspunten zijn en bestaan binnen het vrijzinnig humanisme. Dat heeft een heel rijke traditie, dat heeft ook historisch heel diepe wortels die teruggaan tot en met ja, de Grieken, het ontstaan van de filosofie, waar men bijvoorbeeld met Thales, dat was een allereerste filosoof, die overgang maakte van mythologisch denken naar rationeel denken, de overgang van mythe naar reden. Dan zien we eigenlijk al één belangrijk element, waarbij dat ja, religieuze verklaringen, mythologische verklaringen voor fenomenen die gebeuren in de wereld, in de natuur, opzij worden geschoven en dat men echt naturalistische verklaringen gaat geven. Dus puur gebaseerd op de reden. Dat is een hele ontwikkeling natuurlijk geweest, maar eigenlijk is dat wel interessant omdat je daar al die kenmerken van dat humanisme en dat vrijzinnig humanisme stiltjes aan, ja, komen die zo aan bod en wordt dat zo wat opgebouwd. Epicurus bijvoorbeeld, die nadacht over de goden en zegt van ja, die goden bestaan misschien wel, maar ze houden zich niet met ons bezig, dus waarom zouden wij ons met de goden bezighouden? Ja, een beetje een kiem van het atheïsme dat daar dan gelegd wordt. In de Renaissance worden al die ideeën terug hernomen en dan wordt dat concept humanisme, krijgt dat toch een iets of wat scherpere invulling. In het begin heb je nog ja, christelijke humanisten, die zijn nog gelovig, maar vanaf dan zal toch stilletjes aan een soort van secularisatieproces plaatsvinden, waardoor je uiteindelijk ja, met de verlichtingsfilosofen gaat terechtkomen bij humanisten die ook zeggen van ik ben ook atheïst, ik verwerp elke bovennatuurlijke verklaring, ik verwerp elke bovennatuurlijke god en zeker het idee van een persoonlijke god. En zo zien we eigenlijk die ontwikkeling naar het hedendaagse humanisme. Autonomie, wat daar natuurlijk direct uit voortvloeit, is vrijheid. Vrijheid staat heel centraal binnen het vrijzinnig humanisme. Vrijheid van denken, vrijheid van spreken, vrijheid om te kiezen, om zelf te beschikken over wat doe ik met mijn leven. Vrijzinnig humanisten zijn ook, ja, denk unaniem akkoord met hun visie op abortus, op euthanasie. Dat zijn toch echt wel kernthema's waar we toch ook wel willen wegen op het maatschappelijke debat. Wat ik zeker niet mag vergeten is, maar dat is een behoorlijk recent concept dan, het belang dat we hechten aan een seculiere samenleving, waarin dat kerk en staat of geloof en politiek absoluut gescheiden zijn. Vaak wordt dat geïnterpreteerd als iets dat negatief staat ten aanzien van religies en godsdiensten, maar dat is absoluut niet het geval. Als vrijzinnige humanisten zijn we wel kritisch ten aanzien van de uitgangspunten van godsdiensten, maar net omwille van het feit dat we dat seculier model verdedigen, zijn we eigenlijk ook voorstander dat er ja, een zo divers mogelijke landschap aan levensbeschouwingen mogelijk is. En ja, qua ethiek ook, hè, het is een geëngageerde levensbeschouwing die vertrekt vanuit ja, een moreel bewustzijn. En ja, ik leg dan bijvoorbeeld aan mijn studenten uit van ja, als er ergens een morele bijbel is die we moeten naar voren schuiven, dan zou dat de universele verklaring van de rechten van de mens kunnen zijn. Het zijn maar een aantal aspecten van het vrijzinnig humanisme, maar het is ongelooflijk rijk.